Nou, we zijn hier op een van mijn favoriete plekken, de weg naar Meerseldreef. Ulvenhout is hier de plaats. En als ik dan hier even naar rechts toe kijk, dan zie ik een geweldig stukje water wat richting Breda loopt, de Mark. En de Mark die loopt helemaal door naar voorbij Meerseldreef. En dat is ongeveer 1,12 km. En voor veel mensen hier in de omgeving een favoriete plek om op zondag hier eventjes hier langs te komen. De derde keer ontmoeten we de vier Brabantse wandelaars die aan de Nijmeegse Vierdaagse mee zullen doen. Bart Deerfug heeft graag nog wat laatste tips voordat het wandelfeest van start gaat. Ik sta hier natuurlijk bij een aantal Vierdaagse wandelaars, de voorbereiding voor de grote tocht in Nijmegen. We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd hoe jullie er op dit moment voor staan. Is het meegevallen tot nu toe? Hebben jullie je kilometers al kunnen maken of hoe is jullie ervaring nu tot nu toe? Nou, we hebben de laatste keer 60 kilometer gelopen en ja, na 60 kilometer ben je natuurlijk helemaal stuk, ja. Maar op zich, het valt niet tegen. Nee. Dus we gaan nog een keer proberen om 2x50 te lopen. Als je 50 kilometer straks moet lopen, is het verstandig om een keertje ook 60 gelopen te hebben. En ook 2 dagen, dus 1x50, 1x60. En dan heb je toch in ieder geval voldoende training. Je hoeft er niet per se 4 dagen een keer achter elkaar te lopen om te weten of je de 4-daagse kunt lopen. Maar 2 dagen achter elkaar lopen is in ieder geval wel verstandig. Dus niet dat er een dag tussen zit. En ook een keer met regen te lopen is ook niet vervelend. Ik bedoel, want je kunt het met de 4-daagse natuurlijk ook zo meemaken. De laatste weken voor de 4-daagse adviseren we eigenlijk niet om nog grote wandeltochten te maken. Wat nu weer aan de orde kwam was, ja, je begint met mooi weer, komt de regenbui, het wordt koud, gaandeweg de dag. Ja. Droogt het op, de zon gaat schijnen, het wordt warm, zelfs benauwd. Ja. Ja, je bent altijd fout met je kleding dan. Ja. Wat doe je daaraan? Kijk eerst naar de weersverwachting. Dus op het nieuws, van hoe is de weersverwachting? Is dat er 5% regen aangegeven wordt, gaat het niet regenen. He, dus is het zo dat er 25 of 50% kans is op regen, ja, dan neem ik toch andere kleding mee. Maar als het gewoon echt slecht weer wordt, ja, dan neem je gewoon meer mee. Ik bedoel, daar ontkom je dan ook niet aan. Wat natuurlijk toch wel de ervaring is natuurlijk zo, dat het met de vierdaagse anders gaat dan met de training. Er lopen iets wat meer mensen in je omgeving. En het lastiger is zo van dat je gewoon dat je niet je eigen tempo meer kunt lopen waar je anders. En dat is natuurlijk toch voor veel mensen even wennen als je dat nog nooit meegemaakt hebt. En als je natuurlijk in de vroege zit, dan loop je de ploeg een beetje vooruit. Maar zit je toevallig in de late, dan kom je in een steeds drukker gedeelte van de tocht. Zijn jullie voor het gevoel er klaar voor? Ik kan toch niet altijd alles voorkomen, dus het komt goed. Ja, vast wel. Ja, absoluut. We gaan ook vooral voor de gezelligheid daar naartoe. Het trainen is een hele belangrijke. En natuurlijk is dat zo, maar het feesten daar maakt het wel heel erg makkelijker. Ja. Dus we zijn er helemaal klaar voor.